Hey, goedenavond, strijders van het licht, of voor het licht. Even nog een late live. Ik dacht, ik ga hem toch nog even maken, want ik denk dat het belangrijk is dat, dat je in ieder geval deze boodschap te horen krijgt. Aankomende dinsdag is de persconferentie en er wordt aan alle kanten over geschreven, alle mainstream media, alle staatspropaganda draait op volle toeren. Ik heb het idee nog meer dan hiervoor. En wat we merken is, er is heel veel aan de hand. Ook ik heb mezelf de laatste dagen gedwongen om toch af en toe eens naar zo'n programma als Jinek te kijken of naar Op 1. En ik weet dat heel veel mensen dat echt niet volhouden. En ik snap het, ik heb het ook zwaar als ik er naar kijk. Maar ik zie wel een patroon. En wat ik zie is dat het bijna gewoon begint te worden. Dat ze de groep gevaccineerden continu proberen de schuld te geven en uit te sluiten. Ik zag gisteren, misschien was het wel eergisteren, volgens mij heet die Mark Kaptein van Pfizer, zo'n directeur die eigenlijk voor miljarden winst aan het maken is met zijn bedrijf, sluit gewoon aan tafel aan en gaat daar de derde boosterprik zitten promoten. Mensen, het is gewoon niet voor te stellen. We worden bedrogen, we worden belogen. Maar tegelijkertijd begint het ook voor degenen die het al zien echt gewoon lachwekkend te worden. En tegelijkertijd begint het voor ook veel mensen heel zwaar te worden. Want veel mensen hebben het gewoon zwaar. Mensen zijn bang voor wat de aankomende dinsdag wordt aangekondigd. Maar ik heb natuurlijk het al vaker gezegd. Iedere maatregel die ze afkondigen, iedere maatregel die ze aankondigen, alles wat ze van plan zijn te gaan doen, maakt duizenden, tienduizenden mensen wakker. Dat worden tienduizenden mensen zeggen, nou maar tot hier en niet verder. En ze gaan waarschijnlijk die QR-code uitbreiden voor de sportschool. Voor heel veel mensen zal dat zijn, weet je wat? Laat het dan maar, dan gaan we gewoon niet naar de sportschool. Ja, niet dat je die sportschoolondernemer daarmee helpt, maar gewoon het niet meer meedoen. En veel sportschoolhouders zullen waarschijnlijk ook zeggen, ja, bekijk het even, ik doe daar gewoon niet aan mee. Zoals nu de helft van de horeca niet meedoet. En of ze het nou op onderwijs, hoe dan ook, gaan toepassen. Maar ik snap dat mensen verontrust zijn. Maar dinsdag is die persconferentie, dus wat gaan wij nu doen? En ik weet dat heel veel mensen niet meer naar niet gefaciliteerde demo's gaan. Maar laten we even teruggaan naar ons demonstratierecht, oké? De wet op de openbare manifestaties zoals wij die in Nederland kennen. Wij hoeven geen demonstraties aan te vragen, we hoeven ze niet aan te melden. En ik weet dat sommige gemeentes wel roepen dat dat verplicht is, maar dat is niet zo. Volgens het EVRM, het Europees Verdrag Rechten van de Mens, heb je gewoon altijd recht om te demonstreren. Dus we hoeven niet aan te melden, dat sowieso niet. En ik denk dat het belangrijk is dat we van ons laten horen. Dus ik ga dinsdag op persoonlijke titel naar Tweede Kamergebouw. Dat is inmiddels verhuisd. Ik ga later nog wat doorgeven de komende dagen waar we dan precies afspreken, want dat weet ik ook nog niet precies. Maar de bedoeling is, mijn intentie is, en ik zie veel berichten voorbij komen, dat we een herrieprotest maken zoals we dat maanden geleden ook hebben gedaan. En dat we te horen waren tot in de camera's. Tijdens de persconferentie. Of dat helemaal lukt met al het geluid daaromheen. Als je genoeg herrie maakt, kom je er waarschijnlijk wel doorheen. Dus ik ga naar Den Haag op persoonlijke titel. Ik hoop jou daar in ieder geval ook te zien, want ik denk dat het tijd is. Dus dan denk ik van ja, maar heeft dat wel zin? Alles heeft zin. Ik denk dat we gewoon alles moeten blijven doen. We moeten blijven exposen met al onze alternatieve mediakanalen. We moeten blijven onderzoeken. We moeten rechtszaken blijven voeren. Want het is de totale druk op het systeem vanuit alle kanten die het uiteindelijk gaat doen kraken. En waar het precies gaat kraken als eerst, dat weten we niet. Maar dat het gaat kraken, dat weten we wel. En door alleen maar gefaciliteerde demo's te doen of alleen maar niet aangemelde demo's, is druk uitvoeren op één plek. Maar ik denk dat we alles moeten blijven doen. En dat doen we al op een geweldige manier. Dus de tijd is gekomen, mensen. Aankomende dinsdag tijdens de persconferentie naar Den Haag. Ik geloof dat het om 7:00 start. Dus laten we eens kijken wat er gaat gebeuren. Hoeveel mensen verwachten we dan? Nou, besef even het volgende. Afgelopen 5 september waren we met ongeveer 100.000 mensen in Amsterdam. Sommigen dachten 200.000, anderen 50.000. We gaan op de helft zitten, 100.000 mensen. Stel dat 10% daarvan bereid is om op te staan en te zeggen, weet je, mijn streep in het zand was al getrokken en anders bij deze. Ik ga naar Den Haag, dan zijn we daar met 10.000 man. Als je daar de helft van neemt, 5.000 mensen, dan is dat te veel om aan te houden om in een celletje te stoppen of wat dan ook.
En nogmaals, we mogen demonstreren. Dus ja, bij deze, dinsdag aanstaande, ga ik op persoonlijke titel naar Den Haag, naar het Tweede Kamergebouw, in ieder geval naar het gebouw, naar de locatie waar de persconferentie wordt gegeven. We moeten even kijken waar dat is. En ik hoop jou daar te zien. Oké, dankjewel en hoop tot dinsdag.